Ajax en Feyenoord inhalen, dat is de ultieme opdracht voor PSV in de tweede seizoenshelft. En de voorbereiding erop is PSV in Jerez de la Frontera. Om twee oefenwedstrijden te spelen en om veel te trainen op dit hele aardige resort. Met onder andere de oude nieuwe speler Marco van Ginkel. Vorig jaar kwam ik van Stoke City toen. Toen had ik natuurlijk nog niet veel bewezen hier. En nu kom je natuurlijk wel iets anders binnen. Doordat je vorig jaar natuurlijk wel een groot aandeel hebt gehad ook in het kampioenschap. Dus ja, de jongens kennen je natuurlijk beter. En dan is het misschien iets anders dan vorig jaar. Ja. Ja, en vorig jaar was het ook, kijken of die Van Ginkel nog een beetje kan. Nou, dat heb je bewezen vorig jaar. En nu is het de missing link is weer terug. Ja, dat weet ik niet. Maar ik ben hier ook... om PSV te helpen, om mezelf weer op de kaart te zetten. Ik heb natuurlijk een half jaar niet echt officiële wedstrijden gespeeld bij onder 23. Maar ja, dat is iets anders natuurlijk. En voor mij is het ook lekker om weer op niveau te gaan spelen. En hopelijk kan ik PSV weer goed helpen. Ja. En hulp is bij PSV meer dan welkom. Want de landstitel is nog steeds het grote doel. Maar de achterstand op de concurrentie is aanzienlijk. Ja, op het moment staan we wel een aantal punten achter natuurlijk. Op Feyenoord 8, als ik me niet vergis. En op Ajax 3? 3, ja. En dat is natuurlijk een redelijk gat. Dus ja, je weet het nooit. We hebben nog 17 volle wedstrijden. En er kan nog een hele hoop gebeuren. En als wij alles winnen, dan weet je maar nooit.